Tegen een 29-jarige automobilist uit Hoogvliet is acht maanden cel geëist en drie jaar intrekken van het rijbewijs. wegens het doodrijden van een fietster op 1 april in Spijkenissen. De 19-jarige Imre Kok uit Hoogvliet stak ter hoogte van bioscoop Arkaplex de Groene Kruisweg over. en werd geschept door de auto bestuurd door de man uit Hoogvliet. Die reed daar 130 km per uur, waar 80 km was toegestaan. De sloop van het Vlietland Ziekenhuis is twee keer zo duur als was begroot. Volgens een woordvoerder van de gemeente Schiedam komen de kosten uit op 2,4 miljoen euro. De bouw van de nieuwe locatie van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam viel ook al 20 miljoen euro duurder uit door problemen met de fundering en vertraging bij de bouw. De presentatie van het RIVM onderzoek naar de roetdeeltjes die zijn vrijgekomen bij de brand in Moerdijk wordt vanmiddag om half zes live uitgezonden door Radio en TV Rijnmond. De betrokken veiligheidsregio's geven tijdens de persconferentie in Breda meer duidelijkheid over eventuele schadelijke gevolgen voor omwonenden en gewassen op het land. Dat zou eigenlijk gisteren gebeuren, maar het RIVM had meer tijd nodig om de gegevens te vertalen in adviezen.